Hoe oud ben jij vandaag? Ja. Ja. En lekker wat eten? Ja. Hallo. En Luca? Mijn naam is Raoul en ik maak deze documentaire om te laten zien en horen wat worship is, maar vooral wat het voor mij betekent. Worship betekent aanbidding. Je kunt God aanbidden met bijvoorbeeld muziek, maar eigenlijk is God aanbidden nog groter dan een activiteit. Het is een levensstijl. In elke actie die je doet kun je hem dus aanbidden. Waar deze documentaire voornamelijk over gaat, is het genre worship. Je kan ook met andere genres God aanbidden, bijvoorbeeld gospel, maar ook jazz, rock, metal, eigenlijk kan het allemaal. Maar nu gaan we specifiek kijken naar het genre worship. Dat doen we vooral omdat dat eigenlijk het genre is wat nu eigenlijk in kerken wordt gespeeld, maar ook op conferenties, wat mensen eigenlijk gaan samen zingen. Dat noemen we ook wel samenzang. Worship is christelijke muziek. Er zijn nummers waarin we God groot maken. Hem gaan prijzen. Maar er zijn ook nummers die over ons gevoel gaan. Bijvoorbeeld als we heel blij zijn, maar ook nummers als we ons wat minder voelen. Dan gaan die nummers vooral over hoop en hoe we met God er doorheen kunnen gaan. Al bij al is het meer dan muziek en emotie. Er zit bij mensen een diepere laag achter die lastig is om onder woorden te brengen. In deze documentaire hoop ik inzicht te kunnen geven in die diepere laag die achter worship schuilt. Ik heb 6 muzikanten geïnterviewd die ook in deze worshipwereld zitten. Zij vertellen hun eigen verhalen, hun ervaringen, maar bovenal wat voor hen worship zo bijzonder maakt. Door die verhalen en mijn eigen verhaal hoop ik je een inkijk te kunnen geven in wat worship voor mij en mensen om mij heen betekent. Looking for love
thinking out loud. I've been searching the whole world. Ik ben christelijk opgevoed in een kerk in een Pinkstergemeente in Doetinchem. En daar was het gebruikelijk om al vanaf jongs af aan om mee te spelen in de band. Er was een band die het samen zingen begeleiden. Dus niet een orgel zoals je op veel plekken hebt of zo. Als kind, als tiener was dat fantastisch dat je echt een plek hebt. Dat je gewoon lekker elke week of ongeveer muziek kon maken. Ik ben Hanne de Vries. Ik woon in Veenendaal hier met mijn vrouw en mijn zoontje. En ik ben muzikant, aanbiddingsleider zouden sommigen zeggen. Maar dat betekent dat ik vooral veel in de kerk, in de christelijke scene, muziek maak. En het samen zingen, samen aanbidden begeleid. Toen ik 16 was ook een coverbandje kreeg vanuit de middelbare school. Dat was gewoon een top 40 coverbandje. Niet per se christelijk of zo, maar wel heel leuk. Goede muzikanten, heel veel plezier aan gehad. En toen werd ik 19, 20 of zo. Toen was er een soort nieuwe jeugdkerk in de Achterhoek. Ontstond. Was elke maand een soort christelijke meeting van een kerk, verschillende kerken samen. Dat heette Unity. Maar dat was super vet. Dat begon toen. Er was ook allemaal goede muzikanten. Maar had je nog die extra dimensie van God. Dat je voor God ging zingen, God ging aanbidden. En er zat een soort energie en een soort enthousiasme en een passie en een extra dimensie of zo eraan, wat zo aantrekkelijk was, wat ik zo gaaf vond, dat ik dacht, oh, maar dit is wat ik echt wil doen. Ik wil niet alleen maar goede muziek maken, zoals ik met het coverbandje deed, vond ik superleuk, supermooie mensen. Echt één groot feest, elke kroeg van binnen gezien in de Achterhoek, weet je ongeveer. Maar dat je dus muziek voor God ging maken en dat je daar die extra dimensie had, die goddelijke dimensie, dat je iets van die God voelt, ervaart of zo. Ja, het is een soort van, het is heel persoonlijk ook wat dat dan is. Maar ik vond het zo aantrekkelijk. En dan was ik niet de enige. Dan hadden al die jongelui, weet je, die hadden iets van, wauw, dit is zo cool wat hier gebeurt. Dat was dat. Ik dacht, oh, dit wil ik doen. Ik voel echt een soort klik in mijn hart van, ja, hier wil ik muziek voor maken, hier wil ik voor leven. Ik heb ook wel eens gedacht de laatste paar jaren van, zal ik wat meer mainstream maken? Maar het is gewoon echt in mijn bloed. Mijn DNA is gewoon, muziek maken staat voor mij gelijk aan God aanbidden. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt, dat Jezus leeft en leeft in mij. Ik houd mij vast aan Hem, met alles wat ik ben. Mijn hoop is in Zijn naam alleen. Ik ben Reijer, ik ben muzikant. En dat houdt in dat ik producer ben, zanger, songwriter en worship leader, zoals je het zou noemen. Wat aanbiddingsmuziek bij mij doet is, ik kan echt net een liedje zijn begonnen met zingen en dan kan ik al het gevoel hebben dat ik thuis kom. Dat idee krijg ik heel erg. Dus dat gebeurt ook als ik gewoon echt begin met bidden en ik voor de mensen die niet geloven, wij noemen de Vader ook wel vaak Abba. En dat is voor mij echt een woord waardoor mijn hart open gaat. En dan voel je zo'n diepe connectie en echt een gevoel alsof alles weer klopt. En dan kan je in de meest verwarrende periode zitten. En dan kan alles weer sens maken. En dan dat je iemand aanroept of iemand weer voor ogen houdt. Waarvan je gewoon weet, dit is gewoon hoe het is. Dit is voor mij de waarheid, dit klopt en hier hoor ik te zijn. Er is een liedje wat ik heb geschreven met Eline Bakker en dat heet Geen Afstand. En daar zit dus de bridge in. Dit is waar ik hoor te zijn, ik dicht bij u, u dicht bij mij. En dat is wat ik heel erg beleef altijd als het om mijn bidding gaat. Als je op die plek komt van je gedachten en je hart richten op God. Dat is echt waarvoor ik gemaakt ben, heb ik het idee. Dat gevoel is nooit weggegaan. Er zijn heel veel andere dingen die wel wankelen bij mij in mijn geloofsleven of waar ik over twijfel. Maar het moment dat ik gewoon weer begin met zingen en ik doe dat met mijn hele hart voor de God die ik ken, dan is alles weer normaal, dan is alles weer goed. Ja, ik kan het ook niet concreter zeggen, maar het is echt, voor mij voelt het super echt en kloppend. Dit is waar ik hoor te zijn. Ik dicht bij.
jazz drums, worship drums. Best wel anders. Maar voor mij eigenlijk heel erg iets wat eigenlijk gewoon best wel veel raakvlakken heeft. En eigenlijk gewoon een manier is van expressie, van drummen. En ik vind het te gek om eigenlijk daar ook mee bezig te zijn. Dus ik ben nu op dit moment eigenlijk heel veel ook als jazzdrummer aan het optreden. Na het conservatorium in Amsterdam ging dat eigenlijk al best wel in één keer in een sneltreinvaart. En kon ik heel veel spelen en heel veel optreden. En mijn grote passie ook voor worship is daarin eigenlijk hand in hand ook gegaan. En ben ik ook in de worship scene, ja, op veel christelijke festivals, in mijn eigen kerk, ben ik ook nog steeds aan het spelen. Mijn naam is Tim Hennekes, ik ben 22 jaar, ik heb gestudeerd jazzdrums aan het conservatorium in Amsterdam en ben ik nu eigenlijk fulltime als drummer aan het werk. In worship ben ik altijd op zoek naar het overbrengen van Gods hart en ik geloof dat een deel van wat Gods hart is liefde. Laten ervaren, laten voelen dat mensen geliefd zijn, dat mensen gewaardeerd zijn, dat ze goed genoeg zijn. Dat God degene is die eigenlijk de controle heeft. Dat God te vertrouwen is. Ik denk, wanneer ik God aan het aanbidden ben op een podium, zijn dat dingen die ik hoop dat mensen door middel van tekst of door middel van de muziek, dat mensen dat gaan ervaren. Als ik spreek over dat, dan bedoel ik daarmee het ervaren van Gods hart. Omdat ik weet hoe goed Hij is. Omdat ik weet hoe Hij te vertrouwen is. Omdat ik weet hoe liefdevol Hij is. En dat hij degene is die redding brengt en die genezing brengt. En dat Hij het waard is om aanbeden te worden. En eigenlijk is daarom ook, denk ik, mijn drumspel ook een enorme uiting van dankbaarheid. Zet ik me daarom ook enorm in om die dankbaarheid hopelijk ook bij andere mensen. Dat andere mensen ook die dankbaarheid mogen gaan ervaren. Without your presence. Wij zijn Javed en Sifra Becks. We wonen in Gouda. We hebben een prachtige dochter, Janoa. En wij maken onderdeel uit van de worship band In Salvation. Nou ja, ik ben zelf begonnen met pianoles op mijn 6e, 7e. Het was eigenlijk heel normaal om op een gegeven moment dan in de kerk te gaan spelen. Wat dat betreft, als ik nu terugkijk en ook als ik zie, is de kerk echt een hele mooie plek waar eigenlijk heel veel muziek voortkomt en heel veel muzikanten uit voortkomen. En voor mij was het ook zo, ik ging op mijn 12e in de kerk spelen. Dus dat was eigenlijk heel normaal, weet je. Ik kon piano spelen, dus ik ging meespelen in dat combo. En eigenlijk van het een kwam het ander, weet je wel. Eerst was het nog wat traditioneler. Op een gegeven moment werd het ook wat los. Op een gegeven moment ging ik erbij zingen. Op een gegeven moment ga je liedjes schrijven. En zo is dat eigenlijk ontwikkeld en zo gegroeid. Heel spontaan eigenlijk. Ja, bij mij ging dat iets anders. Ik kom meer uit de traditionele kerk. Dus vroeger was er gewoon orgel, zeg maar. Ja. Al ben ik wel gewoon vrij opgevoed en waren mijn ouders eigenlijk in hart en nieren hartstikke evangelisch. En toen op mijn 15e, 16e of zo, toen begon het geloof wel meer voor me te betekenen en vond ik dat niet altijd meer in de traditionele kerk. Echt pas vanaf mijn 19e of zo heeft aanbidding of worship en zingen echt een grotere rol gekregen in mijn leven. Ja, weet je, kijk, op het moment dat je psalmen zingt, dan zijn het gewoon hele oude woorden en oude melodieën.
En als je daar echt een studie op gaat doen, dan kun je daar hele mooie dingen uithalen. Maar ja, ja, dat is niet zeg maar echt heel hedendaags. En ik heb wel gemerkt, doordat ik naar concerten ging, al wel op jongere leeftijd, van Michael W. Smith bijvoorbeeld, wat de... kijk, psalm is best wel passief of zo. Je zit gewoon en dan ga je zingen. Terwijl ik merkte tijdens die concerten en zo, dat echt aanbiddingsmuziek, dat dat gewoon veel meer... dat ik daar veel meer mijn hart mee kon uiten richting God, zeg maar. Om hem... ja, te danken voor wie hij is, voor wat hij doet. Dat kon ik zeg maar veel meer vinden in aanbiddingsmuziek dan meer in psalmen en gezangen. Ja. Sarah, 29 jaar en ik kom uit Katwijk. Met verschillende bands treed ik op verschillende plekken, kerken, evenementen en ga ik mensen voor in aanbidding. En daarnaast spreek ik ook regelmatig over meestal onderwerpen als aanbidding. Ja. Ik heb zelf ervaren en ook gezien bij anderen dat als we God aanbidden, dat er echt iets gebeurt. En de Bijbel zegt in de psalmen, God troont op de lofgezangen van zijn volk. Nou, in heel basic Nederlands betekent dat gewoon... Als wij zingen, als we God aanbidden, dan wil God op de troon in ons midden zijn. En een troon is voor een koning. Dus hij komt als koning in ons midden en dan gaat hij regeren. En dan zien we de principes van zijn koninkrijk. En in dat koninkrijk is genezing, in dat koninkrijk is bevrijding, daar is hoop, daar is redding. Dus wat ik zie gebeuren is dat als we met elkaar God aanbidden en God regeert als koning in ons midden, zie ik mensen vrijkomen van angsten. Ik zie dat mensen genezen. Ik heb gezien dat mensen bevrijding hebben ervaren van dingen die hun al heel lang vast hebben gehouden. Ik zie mensen gered worden. Mensen die eerst niet in God geloofden, maar dan zo'n ruimte binnenkomen en gewoon voelen, gewoon weten diep van binnen, dit is meer. Er is een God die tot geloof komen en hun leven aan God geven. Dus die drive is om, het is meer dan alleen zingen. Ik geloof gewoon dat er iets gebeurt met mij, maar ook met de mensen als we met elkaar God aanbidden. Nu is het eerste doel natuurlijk altijd gewoon God aanbidden. Niet gewoon wie hij is, niet om wat hij aan ons geeft. Maar er gebeurt gewoon iets als we in Gods aanwezigheid zijn. Omdat we leven in een gebroken wereld. Maar in die momenten waarin we Gods aanwezigheid ervaren, ontvangen we ook heelheid. Ontvangen we die genezing en krijgen we een nieuw perspectief. Het is gewoon als het ware, je kan alle dag omlaag kijken en met de dingen bezig zijn die je bezighouden, dingen van de wereld die moeilijk zijn, ook leuke dingen natuurlijk. Maar er gebeurt iets als je je hoofd naar de hemel heft en als je naar boven kijkt en je kijkt God in zijn ogen aan. Die vrijheid hebben we namelijk. We mogen Jezus in zijn ogen aankijken, we mogen heel dichtbij komen. Dan veranderen we. Er gebeurt er gewoon iets van binnen bij ons. Dat is wat aanbidding doet. Ik geloof dat er een extra dimensie is als we met onze muziek God aanbidden, God de eer geven. En ook de teksten zijn daarin natuurlijk ook heel belangrijk. Dus teksten over hoop, teksten over goedheid, teksten over waarin we ons richten op de dingen die God voor ons heeft. En dat zijn mooie, goede, positieve, hoopvolle dingen. En ik zie gewoon dat verandering brengt bij mensen. En ja, wat wil je liever dan de mensen die ervoor mag gaan geraakt zien worden door God? Dus voor mij is dat die extra dimensie wat aanbidding geeft, waarom ik ook echt een drive heb om mensen te leiden in aanbidding. Iedereen op deze aarde is super uniek. Dus ik denk dat iedereen ook een hele eigen manier heeft van God ervaren. Dus ik denk ook niet per se dat als ik bijvoorbeeld kippenvel krijg bij een nummer, dat ik dat meteen de Heilige Geest noem. Of dat ik dat meteen zalving noem. Zeg maar, dat is een hele jargon woorden. Maar
ik denk gewoon dat het voor mij heel erg zo leeft op die manier. Dus als ik een lied speel en het raakt mij en de tekst komt samen en de melodie raakt mij. Er zijn iets van 4 of 5 liederen waar ik dat echt altijd heb. Hij is altijd God en hij is altijd krachtig. Zijn koninkrijk is altijd krachtig. Dus ik denk dat dat ook met aanbiddingsmuziek zo werkt. Dus ik denk op het moment dat je... staat ook in de Bijbel, hè, dat God zegt dat zijn woord nooit ledig zal terugkeren. Dus dat houdt in als je zijn woord gaan uitspreekt, wat je dus heel vaak doet met worship, dat het altijd kracht in zich heeft omdat het woord van God is. En niet omdat, misschien ben ik dan heel nuchter, maar niet omdat die ene melodie nou zo gezalfd is of dit of dat. Ik denk dat er heel veel super getalenteerde songwriters en zangers zijn die hele prachtige liederen kunnen maken met hemelse melodieën. Als je naar Mozart of wat dan ook, dat soort componisten, of Bach luistert, dan hoor je ook zulke mooie muziek. En dan denk je, ja, dat is gewoon hemels bijna. Maar ja, ik denk dat het meer te maken heeft met waarover je zingt. En welke woorden je eraan verbindt. En dat de kracht van worship is. Het is niet zozeer een trucje. Het is gewoon echt echtheid. Ik ben niet iemand die heel goed zijn gevoelens onder woorden kan brengen, heel makkelijk. Ik heb er altijd even tijd voor nodig, wat ik precies voel. En dan voel ik wel iets, maar wat dat dan precies is. En ik weet niet, met muziek kan ik daar makkelijker bij komen. Kan ik makkelijker me uiten of zo. En dus ook naar God was het een hele natuurlijke klik of zo, een hele natuurlijke combi voor mij. Dat ik dacht, hey, als ik dan zing en muziek maak, dan voel ik die connectie. En dan... ja, dat was voor mij een hele natuurlijke, fijne manier om mee bezig te zijn, om God mee te aanbidden. Ik weet niet, ik heb altijd wel, als ik aanbidding leid, de wens of de gedachte gehad om iedereen mee te nemen. Je hebt altijd een paar enthousiastelingen vooraan, weet je. Nou, die redden zich wel, die zijn blij en enthousiast en die gaan ervoor. Maar ja, je hebt ook heel veel mensen die achterin een beetje aan kijken. Kom eens kijken, hey, wat is dit? Wat gebeurt hier? Die zijn nog helemaal niet zo bekend met wat er gebeurt of zo. En ik dacht, hey, ik wil het zo presenteren en zo leiden dat zij het gevoel hebben van, oké, ik mag ook meedoen. Ik word nergens toe gedwongen, ik word nergens in meegenomen of zo per se. Of op een hele pusherige, manipulatieve manier. Wat ik ook wel had meegemaakt, wat ik heel vervelend vond. Dus dacht, ik ben gewoon lekker mezelf en ik ga gewoon proberen een veiligheid te creëren. Ja. Dat zij het gevoel hebben van, hey, als ik mee wil doen, kan ik meedoen. Als ik niet mee wil doen, is het ook goed. Maar wel het gevoel geven van, hey, jij mag ook meedoen, dit is ook voor jou. Ja, dat heb ik altijd wel geprobeerd. Mooi. Ja, maar dat is voor mij ook de geest van Christus. Die zegt, hey, iedereen hoort erbij, iedereen mag meedoen. Ja. Vul dit huis met u. Nou ja, Vul dit huis met uw glorie is eigenlijk ontstaan. Ik heb het geschreven in januari 2014. En nou ja, het is niet je gemiddelde manier om een liedje te schrijven. Hè? Was het maar zo'n feest. Maar het was, als je het hebt over aanbidding. Ik wil het gewoon 's ochtends probeer ik dat ook vorm te geven. Weet je wel, door stil te zijn of door Bijbel te lezen of door te bidden of door gewoon achter mijn piano te zitten en gewoon lekker te spelen, te aanbidden. En dat was ik toen ook gewoon aan het doen. En ik zat gewoon wat te spelen. En nou, het kwam er gewoon opeens. Ja, binnen 10 minuten was het af van kop tot staart. Ik heb er niks meer aan veranderd. En dat was het. Ja, dat kan. Maar goed, ik denk wel eens vaker natuurlijk. Oh, nu heb ik echt een goed liedje geschreven. Maar dat is meestal niet het geval. Of tenminste, niet zo goed. En dat het al helemaal niet, dat het al gelijk helemaal af is. En ik weet nog, dat was op een maandag of dinsdag. En ik op een vrijdag ging naar een conferentie toe waar ik ging spelen voor een week. En ik dacht, ik zeg gewoon tegen die band, of tegen mijn band van, ik heb een nieuw liedje. Dus ik zei van, zullen we die gewoon vanavond eens doen? Dus ik heb dat liedje ingezet. Dus ik begin dat liedje te spelen en die zaal begint dat op een gegeven moment mee te zingen. Dat was in Drachten in Friesland.
En nou, op een gegeven moment we beginnen dat achter elkaar te zingen en we blijven dat maar zingen. Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment een liedje inzet en dat wordt eigenlijk overgenomen door de zaal en die blijft dat maar zingen, ja, dat is wel bijzonder. Dus op een gegeven moment hadden we het een half uur ongeveer gezongen. Nou ja, zo, het is een A'tje en een B'tje, dus zo groot is het liedje niet. Nou ja, op een gegeven moment afgerond, die spreker kwam het podium op, ik ging naar het toilet. Nee, ik stond nog op het toilet, er kwam iemand aangerend en die zei, ja, kom maar weer terug. Want die spreker wil niet dat je gaat spreken, maar die gooit het programma om en die zegt, we gaan verder met dit lied, omdat er nu wat gaande is. Nou, toen hebben we dat lied 2,5 uur gezongen op die avond. Nou, het was bizar wat daar gebeurde. Nou ja, als je het hebt over gewoon muziek en aanbidding. Nou, weet je wel, aanbidding geloof ik uiteindelijk ook dat het echt gaat om de aanwezigheid van God. Nou, dat is wat daar gebeurde. Je kon gewoon tastbaar, nou, als ik erover praat, dan ervaar ik het bijna weer. Je kon gewoon tastbaar de aanwezigheid van God voelen. Nou, dat is misschien iets heel abstract, dat je denkt van, wat is dat, de aanwezigheid? Nou ja, mensen vielen op hun knieën, die begonnen te huilen, die begonnen hun zonden te belijden, werden bevrijd, werden genezen. Nee, je kon gewoon, er was gewoon alsof er een deken op die zaal lag. Heb ik nog nooit zo sterk ervaren. En het is ook bizar, het is nu 6 jaar geleden. Nou ja, vorige maand net voor de coronacrisis was ik ergens, daar kwam ik nog iemand tegen en die had het nog over die avond, dat moment. Iedereen die afgelopen jaar kom ik steeds mensen tegen. En wat daar gebeurde. En dat heb ik zelf op die manier ook, dat heb ik nooit zo ervaren als toen. Dat was zo intens en zo bijzonder. En dat was de eerste keer dat we het liedje speelden. Dus toen wisten we wel van, er is wel wat met dit liedje. Maar uiteindelijk heeft het gewoon, we zijn blijven spelen en ja, op een gegeven moment werd het over opgepakt. En dat is het ook. Het is echt een gebed van, vul dit huis met uw glorie. Want alles is door u, alles is tot u, openbaar aan ons uw heerlijkheid. En daar, ja, weet je wel, als je dat zingt, dat is ook wel denk ik een dimensie die aanbidding geeft, aanbiddingsmuziek. Als je gaat zingen over God, dat hij goed is, of als je God gaat vragen, weet je wel, ja, dan gaat het ook realiteit worden. En dat is iets totaal anders dan alleen maar zingen over, nou ja, over liefdesliedjes of over het leven. Dat is ook mooi. Maar dit heeft een extra dimensie, omdat God reageert op onze aanbidding. Weet je wel, God reageert op datgene wat wij zingen. En God houdt ervan, weet je wel, wij zijn gemaakt om te zingen. Er staat in de Bijbel dat in de hemel, weet je wel, 24/7 mensen rondom de troon van God zijn, engelen zijn, die hem altijd aanbidden met heilig, heilig. Dus de Heer God Almachtig, die was, die is en die komt. Dus dat gaat maar door. Dat is zoiets unieks. En nou, dat is eigenlijk wat je dan mag ervaren met bepaalde liedjes, wat je soms merkt van, oh, hier zit zoiets speciaals aan. Ja, dan ervaar je gewoon een stukje hemel op aarde. En dat is eigenlijk dat God reageert op ons. En dat heb ik in geen enkele andere muziek. Tuurlijk, er zijn heel veel muziekstijlen die je kippenvel kan geven. En wat enorm mooi is en wat ik ook geloof dat een stukje van God is, zeker. Maar aanbidding, echt ons hart uitzingen. God die over ons zingt, wij die tot God zingen. Wat eigenlijk als een soort van communicatie wordt tussen ons en God. Ja, dat is heel uniek. En dan zijn er verschillende stijlen muziek. Maar als het gaat om die aanbiddingsmuziek, dat is iets heel bijzonders. Wat betekent worship voor mij? Worship is voor mij een levensstijl. En dat is eigenlijk wat ik al aan het begin van de documentaire vertelde. Maar ik hoop dat je door de verhalen en de ervaringen die je nu hebt gehoord van verschillende mensen het een beetje kan proeven en een beetje kan begrijpen
waarom het voor mij een levensstijl is. Het is voor ons en mij een communicatiesysteem. Het mooie daarvan is dat ik hou van mijn God en God houdt van mij. En hoe mooi is dat dan om in de muziek dat te vertalen? En dat je eigenlijk de eer geeft aan hem en dat je daarin ook weer wat mag ontvangen. Dat vind ik nou zo mooi aan worship. Dat ik kan mijn geloof, mijn hart, hè, want ik geloof met mijn hart, dan kan ik mijn muziek daarin stoppen en dan kan combineren. En dat zorgt ervoor dat ik met mijn hart ga spelen. Dat elke noot die ik raak, elk akkoord die ik speel, dat ik dat uit liefde speel. Maar wat maakt mij dat dus dan als toetsenist? Wie ben ik als toetsenist? Ik ben een toetsenist die dienstbaar speelt. Misschien denk je, wat bedoel je met dienstbaar? Je speelt eigenlijk daarmee in dienst van. Ik speel natuurlijk voor het publiek, maar ook voor mijn band en voor God. Maar ik speel het op zo'n manier dat ik eigenlijk al die mensen in de zaal en ook mijn band kan dragen om juist te helpen om dichter bij God te komen. Klinkt misschien nu een beetje wazig, maar eigenlijk zorg je ervoor dat al die mensen op je kunnen leunen, dus zich geen zorgen hoeven te maken over wat er komt, wat er wordt gespeeld. Maar omdat ze juist dus op je kunnen leunen, hebben ze dus de ruimte om de focus op God te leggen, om echt naar hem toe te zingen. Ik hoop dat je dat een beetje begrijpt, wat ik nu probeer uit te leggen. Maar dat is dus voor mij heel belangrijk, dat ik dienstbaar speel, dat ik rustig speel. Dat ik mijn band gewoon goed kan meenemen van dit gaan we doen, laten we nu dit doen. En dat ze allemaal daardoor God de eer kunnen geven, daardoor lekker God kunnen aanbidden. Ik speel daarom ook redelijk simpel. Ik ga niet heel veel gekke loopjes spelen. Ik speel vooral heel dragend. Dat is meer wie ik zelf ben. Ik hou daar zelf heel erg van, om echt een goede basis neer te leggen. Maar het is natuurlijk ook tof als je een hele vette lick erin kan gooien. Maar wat ik heel belangrijk vind in muziek, is dat je mensen kan raken. Mijn mening is dat het hoofddoel van muziek mensen een ervaring geven, mensen iets laten beseffen, mensen iets laten voelen. In de afgelopen jaren heb ik geoefend om met weinig akkoorden toch iets over te laten brengen. Je hebt niet veel informatie nodig om dat te doen. Het enige wat je echt nodig hebt is je volle passie, je volle overtuiging van iets. Of dat je vriendin is, of bijvoorbeeld in dit geval mijn geloof. En dat je die erin gooit en dat over laat brengen. Dat maakt het dat ik met 4 of 5 akkoorden het dicht bij iemand kan brengen. Ik hoef daarom ook niet te gekke likjes en te gekke akkoorden te spelen. Ook al is dat superleuk natuurlijk. Ik zelf vind dat ook heel leuk. Maar als mijn doel maar blijft staan voor mijzelf, als mijn visie maar blijft staan van ik wil die persoon een ervaring geven, ik wil die persoon meenemen in de muziek, dat die erbij hoort. Wat ik heel mooi vind aan de kerk, is dat er wordt vaak gezegd dat de kerk en de band, iedereen is het aanbiddingsteam. Het aanbiddingsteam noem je eigenlijk de band, maar het mooie is dat eigenlijk iedereen het aanbiddingsteam is. Je neemt de zaal mee in de muziek en samen ga je dat zingen en samen ga je dus muziek maken voor God. En hoe tof is dat dan om dat met zoveel mensen te mogen doen. Ik mag nu op veel verschillende plekken staan door het land heen. Veel conferenties, maar ook laatst op NPO 2 heb ik mogen spelen. En dat doet wat met mij. Want dan zie ik gewoon van wow, als ik mijn passie erin leg, mijn liefde voor worship erin leg, dan groeit er ook iets uit. Zometeen laat ik jullie nog 2 fragmenten zien waarin ik toetsen bespeel in een worship set. Het eerste fragment was op NPO afgelopen Pinksteren. Daarin kan je zien dat we het als instrumentalisten het heel erg dragend spelen en dat de tekst daardoor naar voren komt. In het tweede fragment zie je mij met Emma Julia. Dat is een wat kleinere set, want ik ben dan alleen met haar aan het spelen. Daarin zie je dat ik op een hele begeleidende manier speel en daarin ook eigenlijk een rustige toon aan wil geven. Veel plezier nog met kijken. Dit is worship voor mij.
prins van de vrede. U bent dichtbij ons, hier in ons leven, hier in de chaos. Prins van de vrede, u bent dichtbij ons, uw naam is Jezus. Zie onze God.
You say, follow me, I'll guide.